Een ander onderdeel van het editen is het aanbrengen van overgangen. En dat doe je hier bij transitions. En dan kun je dus, ik scroll hem even iets omhoog. En dan kun je dus tussen die verschillende clips, hè, waar dus die snijlijnen zitten, hè, waar die clips in elkaar overlopen, kun je overgangen toevoegen. Nou, nogmaals, door erop te klikken zie je wat voor overgang het is. En als ik die dan naar mijn tijdlijn sleept, moet ik ze precies tussen die twee clips in plaatsen. En dan zie je eigenlijk wel wat er gebeurt. Dan haalt hij dus eigenlijk een stukje van jouw ene clip weg. En ook van je andere clip. En dan zet hij dan een overgang tussen. Nou, nu afspeel, zie je gaat hij eigenlijk nog een keer, misschien wat snel. Dan gaat hij dus van de ene clip, vloeit hij over in de andere clip. Nou. Mocht ik op een later moment zoiets hebben, ik wil toch een andere, kan ik die aanklikken en dan kan ik via type, kan ik gewoon een andere kiezen. Of ik haal hem weg en ik voeg even op deze manier een andere toe. Nou, dus op die manier kun jij transitions toevoegen, overgangen dus. Nou, mijn tip, gebruik die dingen niet te veel, want ja, less is more in dit geval. Vaak worden die dingen alleen gebruikt als jij in jouw edit, in jouw video of bijvoorbeeld van locatie verandert. Of bijvoorbeeld een grote sprong maakt in tijd. Maar ja, dat is een beetje smaakafhankelijk. Ik vind het vaak mooier om die clips, zeg maar, gewoon net zoals hier met een harde overgang in elkaar over te laten lopen. Eén ding wat je wel bijna altijd ziet in video editing is fade options. En dat is wel een hele belangrijke. En fade options zijn niks anders dan dat jij jouw beeld langzaam in laat komen en op het eind van de edit, dus bijvoorbeeld hier, ook langzaam weer weg laat gaan. Nou, als ik nu bijvoorbeeld dit einde ga bekijken. Zie je in één keer, krijg je zwart beeld, het geluid loopt nog door. Ja, dat is niet hoe je een video wil eindigen. Nee, wat je wil is dat je een langzame fade-out gaat maken. Nou, hoe doe je dat? Ik kan erop klikken en dan krijg ik eigenlijk hier het tweede knopje. En als ik die aanklik, dan zegt hij Open Opacity Options. Nou, dan krijg je eigenlijk zo'n groen lijntje te zien. En met dat groene lijntje kun jij jouw zichtbaarheid van jouw video aangeven. Ik kan er bijvoorbeeld hier, als ik hier een beetje klik op dat lijntje, krijg ik er een extra bolletje bij. En dan kan ik deze naar beneden trekken. En daarmee kan ik, je ziet dan dat percentage naar beneden gaan, kan ik die doorzichtbaarheid aanpassen. Nou, dit bolletje, als ik die pak, en die kan ik ook weer helemaal verslepen. Zo kan ik dus eigenlijk de doorzichtbaarheid van die hele clip aanpassen. Nou, ik zal even laten zien wat dit doet. Ja, en dan gaat hij langzaam naar het zwart toe. Als ik dat langzamer wil, zie je, dan kan ik deze gewoon verschuiven. En dan zie je dat hij langzaam naar het zwart toe gaat. Nou, dus dat is een mooier einde voor jouw beeld dan dat je hem in één keer pats laat aflopen. Je ziet nu meteen, omdat dit mijn eigen geïmporteerde media bestandje is, zoals ik er straks heb laten zien, dat daar ook een eigen geluid bij zit. En dat noemen we dan direct geluid of ja, set noise af en toe. Dus geluid van de set of direct geluid dat opgenomen is met mijn beelden. Nou, voor de meeste edits zou ik zeggen niet gebruiken, want dat kan maar afspelen, dan ga je horen. Komt een hoop bijgeluiden bij die je eigenlijk niet wil hebben. Nou, in eerste instantie was die niet zichtbaar, maar omdat ik nu dus naar die fade options ben gegaan, kwam die er in één keer bij. Nou, dat kun je eigenlijk standaard, als je naar hier naar de hoofdlijn gaat en je klikt op het pijltje, dan kun je daar drie weergaves kiezen. Nou, bijvoorbeeld deze. Nou, dan maak je die track height, dus die lijnhoogte. De videolijnhoogte, ja, heel smal, is niet echt heel makkelijk om te zien. Standaard staat hij op die middelste. En dan laat hij die audiolijn er niet bij zien. Dus als je eigen media gebruikt, maak even dat lijntje zo groot mogelijk. En dan laat hij ook dat blokje zien van die andere media. Die bestanden die ik via de stockmedia heb ingeladen, deze dus, daar zit geen geluid achter. Dus dan zal hij daar ook niks van laten zien. Nou. Met dat geluid kan ik ook van alles doen en dat kan dan weer via dit knopje. Nou, wat ik eigenlijk wil bij deze is dat hij gewoon weggaat. Dus ik zet hem gewoon uit en als ik hem nu zou afspelen, dan hoort hij hem niet meer te
Maar hij laat hem nog steeds horen, dus dat gaat iets niet helemaal goed. Nou, wat ik dan kan doen is gewoon hier zeggen, nee, die moet 0% staan. Dus dat hij gewoon uitgezet wordt. Nou, hoor je hem niet meer. Nou, dus die kun je gewoon weghalen. Wat kun je daarmee doen? Die fade options zoals ik ze net had benoemd, hè, dus dat hij dan langzaam naar het zwart gaat, die wil ik eigenlijk ook bij mijn geluid hebben. Want als ik hem nu afspeel, dan kom ik op totdat. En dat duurt wel even, zeg maar. Heel de muziek heeft afgespeeld. Nou, dat wil ik niet. Nee, want ik wil op het einde van mijn video dat hij gewoon stopt. Dus dat is een tip. Let daar altijd op. Zorg dat je altijd jouw muzieklijn net zo lang maakt als je laatste videolijn. Dus wat ik nu moet doen, is zorgen dat deze muzieklijn ingekort wordt. Nou, dat kan ik weer doen met dat schaartje. Zorg dat die clip, hè, dus die muziekclip, ik zal hem eventjes uitzoomen dat je hem in zijn geheel ziet, netjes is geselecteerd door hem aan te klikken. En vervolgens kan ik weer op dat schaartje klikken. Of ik kort hem weer vanuit hier, wup, helemaal in naar daar. Nou, ik klik op dat schaartje in mijn geval. Dan hakt hij daar twee stukken van. Nou, die achterste kan ik weggooien. Had ik eigenlijk nog niet gezegd hoe dat moet, maar je kan dan gewoon hier op dat prullenbakje klikken of je kan met de delete knop of de backspace volgens mij, kun jij gewoon dan die clip weggooien. Zorg wel dat je dan de goede geselecteerd hebt, maar even kijken, als ik nou hier klik, dan is die weg. Ja, en dan zoom ik weer in. Dan moet ik even netjes doen dat ik ook goed zie wat ik nou in beeld krijg. Even scrollen. Ja, nou, dit is het einde van mijn clip. Even goed in beeld brengen. Zo. Ja, dit zal je in het begin gewoon een beetje lastig vinden om die tijdlijn goed in beeld te brengen, maar daar kom je wel op terug. Even kijken. Hij is nou net iets korter, dus als ik nou iets ga inzoomen, kan ik hem misschien precies maken. Dat is wat voordeel, ik kan hem nou ook gewoon weer uittrekken en dan zal hij gewoon ook weer doorgaan. Ja, nu stopt hij dus wel, dus nu is mijn einde van de video. Hup. Ja. Stopt hij. Dus je ziet mijn beeld wel netjes weglopen, maar mijn geluid is weer wat stopt in één keer. Nou, fade options hadden we het over, dus dat je hem laat wegfaden. Dat kun je dus met beeld doen, maar dat kun je ook met geluid doen. Hoe doe je dat? Eigenlijk weer zo hetzelfde als bij die andere. Je klikt op die edit of op die clip. Vervolgens ga je naar dat luidsprekertje hier en daar klik je op. En dan krijg je ook hier weer zo'n blauwe balk te zien. Nou, die blauwe balk werkt hetzelfde als met die groene balk hier. Daar klik ik op. En dan kan ik een puntje toevoegen en dan kan ik ook zeggen dat mijn volume gewoon naar beneden trekt. Dus op het moment dat mijn beeld gaat uitveden, wil ik ook dat mijn geluid gaat uitveden. En dan krijg je zo'n effect. Ja. Ik laat hem nou, omdat hij afgelopen was, laat hij weer opnieuw. Maar nog een keer. Dus als ik er... Gaat hij langzaam uit. Nou, een optie... Nee, geen optie. Dat is eigenlijk een must bij elke video dat je netjes... een eind maakt en dan netjes het beeld weg laat lopen, het geluid weg laat lopen. En eigenlijk wil ik dat je zoiets ook in het begin doet, alleen bij de meeste video's, en dan zie je hier ook, komt het geluid al langzaam op. Alleen mijn beeld is nu al meteen in beeld. Nou, ik wil dus hier ook even een edit toevoegen, of een fade in, noemen ze dat. Een fade in. En dat doe ik dus weer door op die clip te klikken, op het dingetje te klikken. Een bolletje toe te voegen. Oh, moet ik wel op die groene lijn klikken. En vervolgens sleep ik die hier naar beneden. Nou, en dit is nu het effect. Ja, het is misschien een beetje snel, dus ik schuif dat bolletje even iets op. Nogmaals. En je ziet dat mijn beeld langzaam van zwart. Even om het zo te laten zien. Dus hij is zwart en dan komt hij langzaam. Wordt hij zichtbaar. Het zijn allemaal details, maar ja, daar gaat het wel om bij het film maken. Op die details moet je letten.